Casablanca Suriname is de titel van een documentaire over Mungo en de bewoners van het voormalig bauxietstadje. Aan het woord komen de oude en de nieuwe Mungonese, verhalen over de goede oude tijd, de harde werkelijkheid van nu en de toekomstdromen. De première van de film zou eigenlijk in Suriname zijn, maar vanwege de COVID-19-pandemie is de documentaire vandaag eerst te zien in Amsterdam en volgend jaar in Suriname. Hierbij alvast een fragment uit de webdocumentaire van Magda Augustijn en Sam Jones. 100 jaar terug leefden mijn voorouders hier langs de Kotika rivier. Nadat zij weggevlucht zijn van de plantage. En zo leefden zij hier van jacht, visvang. En ze verbouwden ook aardvruchten. En ze verhandelden ook hout aan mensen uit de stad. Op een dag kwam er een schip hier. En die mensen kwamen aan wal. Hier op deze berg. Een berg in onze taal is Mungo. En ze waren op zoek naar bauxiet. Het was zo belangrijk dat mensen kwamen vanuit alle windstreken voor werk. Hier op dezezelfde berg hebben ze een grote huis gebouwd. Dat was voor de directeur. Huis in Casablanca. Ja. Maar wat moet er nou met dat oude koloniale gebouw Casablanca? In de webdocumentaire maken we kennis met verschillende Mungonezen. Ik ben Sakilina Akandea. Ik woon in Rikanaumofo. Ik ben op school geweest in Mungo. Zo, wat takinju kan ik geen noem. Ik heet Selfie Shenabioni. Ik ben 20 jaar jong. We hebben een opnamestudio hier en een muziekstudio. Mijn naam is vrouw Salama Elastina, maar ik ben daar een vrouw. Kondoro, ik kan Kondoro. Hi. Mijn naam is Bane. Ja, mijn taai Nyausuya. Goorderij. Ja, zo de fossie, ja, den ben ik in Merkia. Ja, zo. Wat moet er volgens hun gebeuren met het koloniaal erfgoed? Hier kun je een filmstudio, fotostudio en ook een muziekstudio. Ik heb van jaar zo dat ik ben doen aan zijn apesia. Dat was een bedrijf. Bijvoorbeeld dat ik kan de min ponta ja zo, kan de marowena ponta ja zo. Je verpakken ja als een ponta ja wat foto moet. Ik kan verpakken ja zodat je liever de winkel. Dus een ponta ja bedrijf. De webdocumentaire is vanaf zaterdag 27 november online te zien via casablancasuriname.nl.